Dus, ja, hier komt een voorspelling van mij. Onze Rick gaat natuurlijk niet al te lang bij Feyenoord blijven, want die gaat natuurlijk te goed. En die wordt dan verkocht. Rick. Ja, Rick. Zeg het maar. Waar gaan we dan naartoe? Zullen we de Premier League maar doen? Ja, wil je naar de Premier League? Mooie of wil je competitie. Eerst nog bij Feyenoord blijven? Nee, ik wil eerst voorlopig nog bij Feyenoord blijven, maar... Uiteindelijk wil je wel naar de Premier League toe, maar voorlopig nog even niet, dat is iedereen zijn droom, denk ik, om naar het buitenland te gaan. Maar voorlopig niet. Ja, wat ik net al zeg, ik zit lekker in mijn vel en... Ja, ik heb net, denk ik, 25 wedstrijden in de Eredivisie, dus dat is nog veel te weinig om hier weg te gaan. Oh, hoeveel wedstrijden wil je dan bij Feyenoord spelen voordat je weggaat? Daar komt hij, jongens, daar komt een aantal, hè. Hey, legioen, let op. Rick gaat het nu melden. Hoeveel wedstrijden gaat hij spelen bij Feyenoord voordat hij weggaat? Nou, zeg het maar. Daar komt hij. Tada. Ik speel meer dan 100 wedstrijden voor Feyenoord.